Dit is hem. De schildpadbloedzuiger. Een beetje een onooglijk beestje. Nog klein? Ja, dit is al wel een volwassen exemplaar volgens mij, maar ze kunnen wel echt een stuk groter zijn. En nieuw in Groningen dus? Voor zover ik weet, voor zover ik nu kan weten, is dit een nieuwe soort voor de provincie Groningen. En ik vind het de leukste bloedzuiger die ik ken. Dus hij kan zich ook zo oprollen. Yes. Het is best wel een koddig beestje. Want wat is er dan leuk aan? Het is een soort die relatief zeldzaam is in Nederland. Moeten we er bang voor zijn? Je hoeft er sowieso niet echt bang voor te zijn. Ze zitten op hele mooie stukjes waar je sowieso waarschijnlijk niet gaat zwemmen. Dus echt van die moerassige stukjes. En als dat het doet, ja, ik heb er in ieder geval niks aan overgehouden voor zover ik weet. Ik was altijd al een beetje gek. Maar dit zijn gewoon hele mooie beesten. En er is weinig over bekend. Dus in Nederland zitten geen schildpadden. Maar ze gebruiken dus ook andere zoogdieren en vogels en waarschijnlijk amfibieën als gastheer. En het is dus ook wel bijzonder om bijvoorbeeld te kijken, ja, heeft het nog iets te maken met de verspreiding van de otter? Komen er nou meer? Dus in de toekomst willen we hier wel onderzoek naar doen om te kijken, ja, hoe verspreidt dit beest zich door Nederland? Wat dat betekent, durf ik niet helemaal te zeggen. Maar het is wel een soort die ook geassocieerd wordt met plekken waar de gestreepte waterroofkever graag zit. Een soort die ook altijd hoog op mijn lijst staat. En die is weer een indicatie voor gezonde randveengebieden. Mooie watersystemen wat dat betreft. Dus waarschijnlijk is dit ook wel een indicatie voor een gezond ecosysteem hier in de onlanden. En dat is dus sowieso heel erg mooi. Mensen zien het als een hele enge parasiet. Maar ze zijn ook medicinaal gebruikt in Oekraïne vroeger. Dus ze hebben allerlei medicinale werkingen. Bloedverdunners hebben ze bij zich. Daar werden ze vroeger voor gebruikt. Ja. En dus een sociale soort. Ik denk, want ze zorgen dus ook voor hun jongen. Dat is vast, Miel. Ja, hij zit hier. Bijzondere plek.